Paragraaf 43a, lid 4 UAV, zekerheidsstelling. Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen, geeft hij de aannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De opdrachtgever is gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in een door de aannemer binnen 10 werkdagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken spoedgeschil. In eerste aanleg, anders beslist. Op grond van dit artikel is de opdrachtgever dus niet gerechtigd om de bankgarantie in te roepen zonder kennisgeving aan de aannemer. Dat houdt in dat een on-first demand karakter van een bankgarantie onder druk staat of komt te vervallen. Immers eerst moet de aannemer gewaarschuwd worden en pas na verloop van 10 dagen. Kan de bankgarantie worden ingeroepen? Tenzij de aannemer in de tussentijd een spoedgeschil aanhangig maakt. In dat spoedgeschil dient beoordeeld te worden of de opdrachtgever inderdaad recht heeft op het inroepen van de bankgarantie of dat dat recht ontbreekt. Indien een opdrachtgever een bankgarantie wenst met dus een absoluut on-first demand karakter, hetgeen inhoudt dat die bankgarantie kan worden ingeroepen. Zonder dat de aannemer eerst gewaarschuwd hoeft te worden en de bank gehouden zou moeten zijn om direct uit te betalen, dient de opdrachtgever zich bewust te zijn dat dit artikel in de UAV aanwezig is, omdat het dus een waarschuwingsplicht bevat en de mogelijkheid van de aannemer om het direct trekken van de bankgarantie te voorkomen.